zeker sector 1 en 2 waren heel goed. De piste is een beetje vuil in de laatste sector. En ik had over de radio doorgekregen dat je er gewoon perfect kon doorrijden. Ja, de laatste stukken een klein beetje tractiecontrole problemen gehad. Maar uiteindelijk ja, tevreden wel met de ronde. Het is toch altijd in één ronde dat je het allemaal moet doen. En dat is niet gemakkelijk. Uiteindelijk maakt het niet uit dat je nu eerste of vierde start. Maar ja, voor het ego is dat natuurlijk altijd heel leuk.